Beste UvA'ers en andere volgers van Folia, dit is het eerste Zoom-gesprek met Geert ten Dam. Geert is, zoals jullie weten, de voorzitter van het college van bestuur van de UvA en heeft behoorlijk wat interessante weken achter de rug met alle crisis van dien. Welkom Geert, hoe is het met je? Nou, weet je, het gaat goed. We zijn hier thuis allemaal gezond en dat is toch het allerbelangrijkste. Maar ik mis wel de sociale contacten met vrienden, met collega's, met familie. Maar ik denk eigenlijk dat dat voor ons allemaal geldt. Ja, de afgelopen tijd hebben we ontzettend veel maatregelen voorbij zien komen. Ook maatregelen die zijn genomen door jou en je crisisteam op de UvA. Waar jij voorzitter van bent, van het crisisteam. Hoe ziet jouw dag er tegenwoordig uit, Geert? Nou, ik probeer mijn gewone dagindeling vast te houden. Dus ik sta vroeg op. Ik lees mijn stukken bij een bak thee. En dan komen de afspraken. Maar ja, die zijn nu allemaal online. En ik lijk wel vastgeplakt aan mijn beeldscherm en aan de telefoon. En ik merk hoe moe je daarvan wordt. En ik merk ook hoezeer ik gewoon de live contacten mis. Want het lijkt wel alsof de smeerolie uit de werkoverleggen verdwijnt. En daar moet je enorm voor oppassen. Heb je het eigenlijk veel drukker dan normaal gesproken nu? Ik heb het en veel drukker. Ik merk dat ik 's avonds echt doodop ben. En het is ook rustiger. En het gekke is dat het allebei tegelijk is. Nou, je hebt gezien... Iedereen heeft gezien dat de UvA dicht is. Het is hier op rek totaal uitgestorven. Geen mens te bekennen. Je hebt een hele reeks maatregelen moeten nemen. Welke beslissing tot nog toe vond jij het moeilijkste, Geert? Ik denk wat wij, Jan, Karen en ik, het moeilijkste hebben gevonden is de promoties allemaal online. Dat is iets waar mensen echt jaren voor gewerkt hebben. En ja, weet je, je kijkt toch uit naar dat moment in de Agnietenkapel in de aula. Aflasten van promoties is een ramp, maar online is ook heel erg voor mensen. Ik denk dat we dat heel moeilijk hebben gevonden. Het moest toch gebeuren. Vond je het een moeilijk besluit om de gebouwen te sluiten en dus alle gebouwen niet meer toegankelijk te laten zijn voor medewerkers en studenten? Ja, maar dat hebben we niet gedaan, Altan. We hebben de gebouwen deels gesloten. Een aantal gebouwen is ook gewoon open. Is allemaal keurig in de Q&A's op de website te vinden. Maar we hebben wel ingesteld dat thuiswerken de norm is voor studenten en voor medewerkers. En je merkt dat, voor studenten betekent dat ook dat het een hell of a job is om te blijven studeren, om de motivatie vast te houden. We hebben gelukkig een uitzondering gemaakt door als studenten echt thuis geen wifi, goede verbinding hebben, dat ze naar de UvA kunnen komen en ergens rustig met afstand tot elkaar een plekje kunnen vinden. En voor medewerkers geldt hetzelfde. Thuiswerk is de norm, dat moeten we nou één keer met elkaar zo doen. Maar ja, je moet je voorstellen, je zit met twee kinderen om je heen. Je wil online colleges volgen. Je partner loopt ook ergens rond. Je hebt geen enorm huis. Dat is voor mensen bijna ondoenlijk. En we zeggen dus ook, als dat niet lukt, neem contact op met je leidinggevende en gaan we proberen een oplossing te zoeken. Ja, dat is duidelijk. Vandaag, dinsdag, werd bekend dat de centrale eindexamens niet doorgaan op alle middelbare scholen. Wat betekent dat voor de UvA, denk je? Ja, dat is natuurlijk allereerst voor leerlingen heel erg. Want laat me dat voorop zeggen. Kijk, we weten dat niet op elke school de schoolexamens even goed geregeld zijn. Dus er is een enorme variëteit. Je hebt natuurlijk ook leerlingen die hadden juist hun energie gezet op. We gaan het ophalen met het centrale examen. Nou, dat lukt dus nu allemaal niet. Minister Slob heeft desondanks gezegd, een volwaardig examen is nu het schoolexamen. En dat betekent dat wij als UvA volgen en dat dat voor ons dus ook een volwaardig examen is. Je bent niet bang dat daardoor met de criteria, dat verwaterd, zeg maar, dat je onduidelijker criteria krijgt om mensen toe te laten tot de UvA, denk je?
Nou ja, Altan, nood breekt wetten. De gezondheid van leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs is nu gewoon het belangrijkste. We laten leerlingen toe die hun schoolexamen goed hebben afgesloten. En laten we dan over een jaar maar eens terugblikken of dat geleid heeft tot grotere uitval, tot studievertraging. Wie zal het zeggen? Hoe lang denk je dat we nog doorgaan op deze manier, met alles op afstand en zoveel mogelijk thuiswerken en studeren? Ik weet het niet. In ieder geval tot 1 juni weten we sinds gisteravond. Dus tot 1 juni blijft voor ons thuiswerken de norm, online onderwijs, promoties online enzovoort. We houden heel nadrukkelijk bij de UvA de optie open dat als het weer mag, we in juni weer delen van het onderwijs desgewenst tentamens op locatie kunnen doen. En we koersen op de experts van het RIVM en het kabinet. En wie zijn nou wij om in te gaan schatten hoe lang het zal duren? Eigenlijk weet niemand het. Je hebt eerder in een interview met Folia al gezegd dat de kosten voor jou nog niet helder in beeld zijn, wat heel begrijpelijk is. Maar gaat het de UvA veel geld kosten, denk je, op deze manier? Kijk, deze hele situatie kost alle universiteiten extra geld. We hebben met elkaar afgesproken, ook met het ministerie, dat we dat van begin af aan bijhouden op aparte kostenplaatsnummers. En dan gaan we wel kijken welke oplossing we daarvoor vinden. Of het ministerie bijspringt of wat dan ook. Maar voor nu is het allerbelangrijkste dat het onderwijs doorgang kan vinden op de manier zoals we het nu doen. Ja, en je hoort veel discussie over de vraag of Nederland of het kabinet, de overheid, streng genoeg is. Hoe sta jij daar zelf in? Zou jij voor een gehele lockdown zijn of kun jij volgen wat de overheid voor ons beslist op dit moment? Anton, ik ben geen expert. Ik vind ook dat we niet allemaal de expert moeten gaan uithangen over wat nou verstandig is of niet. Ik vind dat de RIVM en het kabinet een heel overtuigend verhaal hebben. En of dat misschien ook anders zou kunnen, wie zal het zeggen? We gaan proberen de komende tijd nog af en toe met jou in te zoomen op alles wat er gebeurt. We vinden het ook fijn als we van jou, je bent toch degene die de touwtjes in handen heeft, ook al is het op afstand, te kijken of we een tip kunnen geven. Wat zou op dit moment het belangrijk zijn wat je de studenten of de medewerkers wil meegeven van de UvA? Ja, toch heel algemeen, let op elkaar. Weet je, zorg dat je met elkaar op afstand het sociaal contact houdt. Let ook wat extra op internationale studenten, want die hebben hier natuurlijk minder mensen die ze kennen, die ze even kunnen bellen. Dus let op elkaar en probeer er met elkaar, weet je, toch met een goed gemoed doorheen te komen, want het is even niet anders. Nee, je hebt helemaal gelijk. Dankjewel. En dankjewel dat je even tijd voor ons wilde maken. En we gaan dit nog een keer doen. Het was de eerste keer en een beetje experimenteel. Maar dankjewel, Geert. Ja, jij insgelijk. Ga je goed, Altan?